Goedemiddag, wat anders? We gaan even gauw door wat dingen heen. Iets anders is natuurlijk dat de PC dus overleden is. Of deze video zal geëdit worden op de PC van een broer. Zodat er in ieder geval iets online komt. Maar we zijn ermee bezig. Ik wil even kijken hoe ik financiering en dergelijke rondkrijg. Daarvoor wil ik dan wel even zeggen: mocht je iets voor kerst of oud nieuw bestellen van Amazon of whatever, klik op een linkje in deze beschrijving. Bestel daarna wat je wil bestellen en dan krijg je een klein percentage. Kost jullie niks extra's, behalve misschien 10 seconden, maar helpt mij dus enorm. Dit is de dual camera van Action voor in de auto. Dus ga ik binnenkort installeren. Dat zeg ik al 3 weken, maar ik ga het binnenkort echt doen en filmen. Dus daar komt misschien nog wel meer van. Gewoon voor de trein. Niet interessant voor motortechnisch. Die hebben wij gehaald. Dat zie je natuurlijk super slecht. Die plastic kringen. Oeh, reflectie van de GoPro. Die dingen. Want Yamaha is fan van die dingen. Ik niet. Ik vind ze relatief vreselijk als ik eerlijk ben. Simpel kliksysteem. En dan zit het vast. Je zit op de XT. Een stuk of 8. Toen ik de XT in 2018 heb gehaald en opgeknapt, heb ik 10 nieuwe gehaald. Toen het nog bij de motorkelder, tegenwoordig is het Bike Store Rotterdam, de motorkelder volgens mij. En toen kostte 10 van deze plastic en nutteloze buggy dingetjes. Kostte 12,50 volgens mij. Ik bedoel, de motorkelder en zeker Rien zelf was fantastisch. Misschien soms wel duur, maar fantastisch. Bedoel, we hebben daar de Kawasaki toen op de zelfknisselbank gehad. En hij heeft helemaal de carburateur wel helemaal losgehaald, uit elkaar gehaald. Hij heeft alles uitgelegd. Echt fantastisch. Voor de Yamaha had mijn vader niet de juiste imbus om de voorwielas te verwijderen. Dus ben ik naar de motorkelder gegaan. Inbus daarop gehaald, terug naar huis, voorwiel eraf gehaald, voorwiel naar de motorkelder gebracht. Dan wisselt hij de band voor een tientje en de binnenband voor een tientje. Terug met de voorband, weer geïnstalleerd op de motor en daarna weer de inbus afgegooid terwijl ik naar huis reed. En dat was nooit een probleem, dat soort dingen. Dus qua dat was de motorkelder echt wel fantastisch. Wat hebben we nog meer? Deze mooie dingen. Hier zit soldeerspul in. Wat smelt als je het verwarmt en plastic wat krimpt als je het verwarmt. En dat hoort hier tussen. Je hebt rood groot en rood klein. Dit zijn de ideale maten. Op de motor bijvoorbeeld. Met een krimpkuisje eroverheen. Ze zijn wel vrij kort. Ik heb een heel klein doosje besteld bij AliExpress ooit. Dit doosje komt bij Amazon vandaan. Met verzending tegenwoordig van AliExpress is dit doosje net zo duur als AliExpress. En zit er avondmeel in vanwege de krimpkuisen. En B is het hier gewoon de volgende dag of in de 2 dagen. Maar die was heel snel. En dit spul is echt fantastisch. Dit zit op de motor. Maar zit bijvoorbeeld ook. Dit is een nieuwe waterval. En een kikkerbak. Die vrij vochtig is. De oude waterval. De kabel ongeveer hier onderin hangen. Geknipt. Met zo'n krimp. Met zo'n AliExpress kabeltje. Nu die toch open is. Zoek de kikker. Maar ja, de oude waterval had dus zo kabeltje in de bak zitten. 2,5, 3 jaar lang. Super hoge luchtvochtigheid daar natuurlijk. En dat heeft altijd gewerkt. Geen roest, niks. Dus deze dingen werken best goed. Nu dan de Amazon versie. Doosje. Die sluit een stuk beter af. Blijft wel goed dicht zitten. Ik zal de link in de beschrijving gooien. Dan dit onnozele ding. Want ik ga morgen de olie vervangen en de filter. Daar moet het ook vandaag gefilmd worden. Dat is toch wel week om te filmen, maar morgen gaat het gebeuren. En dan this one. Ja. Weer een apart zakje. Koele maatjes. Want die had ik nog niet van mezelf. 0,53 mm, 0,66. Oh, volgorde. Nee, niet op volgorde. 88. 0,04. Dus ja. Wat nog meer aan, maar waarom film je dit? Nou, feestdagen komen eraan. Misschien wil je dan zelf je cadeautje geven of zo. En wat hebben we dan nog meer? Wat slecht te zien is in het licht, sorry. Is een rugzak van Louis. Dan zijn we hier. Oh fuck. Daar. Een zak met de waterdicht roest. En een rugzak.
met best veel inhoud. Heel slecht te zien is in het donkere licht, sorry. Maar die vervangt mijn oude. Dat is de oude. Dat is niet zo slecht van GoPro. Daar hoort geen gat te zitten. Dus ja, hier zullen we het vast binnenkort nog een keer over hebben. Als ik hem heb getest. Als bonus in deze video. Absoluut nutteloos voor de rest. Maar ik vond het wel grappig. Een andere handige. Ik heb hem al even geleden gekocht. Maar met het idee om deze gewoon in een echte garage puur op te hangen. Sommigen hebben misschien mijn T-stukjes wel eens gezien die ik gebruik. Die is niet groot genoeg voor de voorwiel. Ja, deze gebruik ik dus voor de voorwand van XT. Het verhaal van wat ik eerder heb verteld. Die of die zijn voor XT. Dus ja, 16, 14, 12, 10 en dan weer klein. Volgens mij is 16 of 14, een van die twee. Gaatjes op de rails. Dus je zou hem kunnen ophangen op de muur. Ideaal. Die is dus al een keertje gebruikt. Zo, volgende is een mic van Givsalia. Komt met een adapter. De mic zelf. Nog een adapter en plusjes. Dus die gaan we eens proberen in de GoPro. Top. Daarnaast hebben we nog 128 Ultra SanDisk. En een kettingborstelset. Want onder het mom van verbetering in het nieuwe jaar laten we eens voor onze motor beter gaan zorgen. En als laatste, die ooit gekocht bij de Dirk, want dat was de aanbieding. Toen had ik een zekering nodig, die op de XT, die ik gebruik. En er zit een reserve op, ik denk haal ik een nieuwe reserve. Dus ik bestel eentje op Amazon. En nu heb ik hem dubbel. Allebei nog dicht, allebei nog ongebruikt. En ik heb de zekering op de XT nog niet vervangen. Er zitten zekeringen in, verschillende soorten en maten, een zekering, verwijderaar, tang, geval en elektrische schroevendraaier. En ik heb er maar één nodig, dus deze ga ik weggeven. Voor de giveaway zelf geldt dus 500 views, minimaal 10 reacties en dan zal het verloot worden onder de reacties. En misschien delen zodat we op de 500 views komen. Als jij wil een van deze producten vinden, bestellen voor jezelf. Kijk dan in de beschrijving beneden. Dus wil je een van deze twee winnen? Laat een reactie achter. Ervan uitgaande dat er minimaal 10 reacties zijn. Hallo Catty Cat. Daarmee gezegd hebben, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.